Welkom bij Spelzonde, leuk dat jullie weer kijken. Dit keer met jullie een blik werpen op Alien, The Fate of the Nostromo, uitgegeven door Ravensburger. Het is een spel voor 1 tot 5 spelers waar je een 45 tot 60 minuutjes mee bezig bent. En in dit coöperatieve spel gaan wij in de huid kruipen van de befaamde karakters uit de eerste Alien film. En gaan wij proberen te overleven, onze missies te voltooien op een schip waarop zich ook een alien bevindt. En die heeft maar één doel en dat is ons uitschakelen. Afhankelijk van welke missies we spelen moeten we bepalen objectives zien te voltooien om uiteindelijk de final mission te unlocken en dan kunnen we daarmee proberen het spel te winnen. Tegelijkertijd wordt het leven ons zuur gemaakt door de alien die door het schip heen rent en ons probeert aan te vallen en op te peuzelen. En als onze moraal op nul komt of het schip ontploft door de self-destruct, dan hebben we uiteraard verloren. Dus laten we maar eens kijken wat er precies in de box zit. Het spel is bedacht door Scott Rogers en wij krijgen de spelregels in het Engels. En de regels zelf zijn thematisch leuk weergegeven met duidelijke voorbeelden de acties nog een keer extra uitgelegd. Sommige aspecten zouden net wat overzichtelijker kunnen, maar in principe is het niet een al te complex spel en staat alles er keurig in. Met nog de Ash variant om het jezelf nog wat lastiger te maken. Het artwork en het thema van het spel is heel leuk gedaan. De kat Jonesy uit de film is natuurlijk op de rug van het speelbord. Het speelbord zelf bestaat uit de plattegrond van de Nostromo met de diverse kamers die ook nog eens een keer middels trappen met elkaar verbonden zijn in diverse niveaus. En onze moraal track kunnen we daarbij houden. We krijgen verschillende elementen die we nodig hebben voor sommige missies. We krijgen de wapens en de onderdelen die we nodig hebben om wapens en andere onderwerpen te maken. De klassieke karakters uit de film die we kunnen gaan spelen met elk hun unieke eigenschap en inventory erop afgebeeld. De objectives en final objectives. Miniatuurtjes en standees, de hidden room tegeltjes en de portie ellende alien kaarten, de encounters die we tegenkomen op het schip. Dat is wat we krijgen. Dan laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit, in mijn voorbeeld opgezet voor 3 spelers. Elke speler kiest een characterkaart, je krijgt een referencekaart, je krijgt je miniature en we beginnen allemaal hier in de galley. We zetten de moral track op de startpositie afhankelijk van de hoeveelheid spelers. We nemen willekeurig een final mission en we pakken een aantal objective kaarten gelijk aan het aantal spelers plus 1 en die leggen we open neer. We schudden de encounter kaarten, die leggen we gesloten. We leggen de equipment kaarten neer, ik leg ze altijd op waarde neer, 1, 2, 3 en 4 scrap tokens om ze te kunnen bouwen. We leggen de overige scrap tokens en de concealed tokens binnen handbereik en dan zetten we het spel op een standaard manier. Dat betekent dat je op bepaalde posities scrap tokens neerlegt. Op bepaalde plekken komen concealed tokens, er komen coolant canisters te liggen en we hebben natuurlijk de alien die hier in de nest begint. En als je het uitdagende wilt maken kun je ook met Ash spelen en die zou dan beginnen hier in met B. Maar die laat ik voor het voorbeeld eventjes weg. Het doel is om alle objectives te voltooien, zodat we de final mission zien en dan de final mission te halen. En dan winnen wij gezamenlijk het spel. Wij verliezen het spel als onze moraal uiteindelijk op nul komt of als het schip opblaast doordat de self-destruct is geactiveerd en we niet weten te ontsnappen of dat weten uit te schakelen. Maar zo zetten we op. Laten we het lot maar eens bepalen voor de Nostromo. Wij zijn willekeurige startspeler aan en met de klok mee zijn de spelers aan de beurt. En als je aan de beurt bent, dan loop je 2 fases. Als eerste de crew action fase, dat is de fase waarin je je acties mag doen. En hier staat hoeveel acties je hebt. In mijn voorbeeld hebben we allemaal 4 acties. En nadat je je 4 acties hebt gedaan, komt de encounter fase. En dan pak je de bovenste encounter kaart en die handel je af. En daar staan de gebruikelijke porties ellende op.
Nou, het is een coöperatief spel, dus we gaan natuurlijk met elkaar overleggen. We vertellen wat onze speciale acties zijn, zodat we weten van elkaar wat voor leuke extraatjes we kunnen doen. En we gaan natuurlijk kijken naar wat zijn onze objectives. Wat moeten we doen? We moeten bijvoorbeeld in dit geval een flashlight brengen naar de Med Bay. Dus iemand moet een flashlight gaan maken en daarmee naar Med Bay gaan lopen. Mis hier zoals Med Bay. We moeten een electric prod brengen naar de galley. Nou, we zitten in een galley. Maar een electric prod kost ons 3 scrap tokens. Dus we moeten scrap tokentjes gaan verzamelen. En zo hebben we allerlei objectives die we moeten gaan proberen te voltooien. Wat voor acties kun je allemaal uitkiezen? Je kunt verplaatsen. En je ziet dat de verschillende ruimtes en gangen van elkaar gescheiden zijn middels harde lijnen. En elk stapje wat je doet is een van je acties. Verder heb je een groene ladder en een rode ladder. En dit zijn 2 verschillende niveaus. En als je vanaf het een naar het ander beweegt, dan kost je dat ook gewoon 1 verplaatsingspuntje. Als je tijdens je verplaatsing naar een ruimte gaat met een concealed area tokentje, dan draai je dat open en daar staat op wat je ziet. In dit geval is het een lege kamer, maar hier kan ook een alien tevoorschijn komen. Daar schrik je je de blubber van, dus dan gaat onze moraal omlaag. En Jonesy, de kat van Ripley, die beweegt zich ook door het schip. En ook als die tevoorschijn komt, heb je de bekende jumpscare, schrik je ook en dan verlies je 1 moraal. Maar omdat we daar misschien een beetje moe van worden, kun je tijdens het spel een cat carrier bouwen. Als je dan Jonesy ziet, dan kun je hem gelijk vangen in de cat carrier. En dan worden die fiches eruit gehaald, kunnen we niet meer schrikken van de kat die door het schip spookt. Want dan worden al die fiches eruit gehaald. Het kan ook zo zijn dat je naar het vakje loopt met de alien. Dan krijg je een alien encounter. Daar kom ik straks op terug. Een ander iets wat je kan doen met een actie is iets oppakken of iets laten vallen. Er liggen hier canisters, er ligt scrap. Alle scrap tokens kun je in 1 keer oppakken voor 1 actie of in 1 keer laten vallen. Of een gedeelte ervan om het klaar te leggen voor anderen. En dit soort items, 1 actie om ze op te pakken of 1 actie om ze uit te laten vallen. Dan zijn er nog bepaalde items die een actie vereisen om te gebruiken. En dan moet je denken aan de verschillende wapens. De zaklamp en de cat carrier en de electric prod. Die kosten geen actie, die werken gratis. Dan heb je nog speciale acties. Nou, mijn speciale actie is dat ik een actie mag spenderen om iemand anders een stapje te laten doen. Wat natuurlijk handig is om bijvoorbeeld elkaar in positie te brengen of net uit het pad van een alien te bewegen. Je kunt craften voor een actie. Als ik tijdens het spel scrap verzamel, kan ik zeggen van nou, ik heb een zaklamp nodig. Zaklamp kost 2 scrap en dan betaal ik die. En dan neem ik de zaklamp, de flashlight. Je hebt beperkt ruimte. Je kunt 3 items bij je houden en 1 canister. Daar kan alleen maar een coolant canister in liggen. Dus als je teveel hebt, zul je er eentje moeten laten vallen. En als je bij elkaar staat, mag je voor een actie met elkaar scrap en items ruilen. Maar ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik doe 1, 2, 3, 4 acties om hier te komen. Want dan kan ik de volgende beurt wat gaan opruimen. En aan het einde van mijn beurt moet ik een encounterkaart pakken. Ik pak de bovenste encounterkaart en daar staan een aantal dingetjes op. Er zijn verschillende soorten encounterkaarten, maar dit is de meest voorkomende. Linksbovenaan staat hoeveel stapjes de alien gaat bewegen. De alien beweegt altijd zo snel mogelijk naar de dichtstbijzijnde crewmembers. En als die in een vakje komt waar een crewmember staat, noemen ze dat een encounter. En dan is dit de hoeveelheid de moraal die we verliezen. In mijn voorbeeld, als de alien 1 stapje beweegt, dan staat hij niet bij een crewmember. Dus hebben we ook geen last van de moraal los. Verder zien we hier onderaan dat we in de garage 3 scrap tokens plaatsen en een concealed marker als die er nog niet ligt. Dus we gaan naar de garage, daar komt 3 scrap bij en daar ligt nog een concealed marker, dus die hoeven we niet nog een keer te plaatsen. Het is niet dat die dingen op elkaar gaan stapelen. Andere encounterkaarten zoals deze, daar staat gewoon een verhaaltje op wat je gaat doen. Meet me in the infirmary. The active crew member moves to the med bay. If Ash is in the ship and no crew member is within, with him, move in 2 spaces. Dus nou, dan doe je wat hierop staat. Nou, als je dus zonder Ash speelt, dan is het alleen het bovenste gedeelte. Maar dat staat keurig op die encounterkaarten vermeld. En nadat je dat afgehandeld hebt, is de volgende speler. En dan gaan we dus naar Googly Eyes. Die speelt Lambert. Die heeft 4 actiepunten. En die zegt misschien van nou ja, even kijken. We hebben 2 coolant canisters nodig in de docking bay.
Nou ja, we kunnen hier nog wel een koelend canister halen, want dat is vlakbij de docking bay. Wel een beetje gevaarlijk, want dan komen we redelijk dicht in de buurt van de alien. Maar we zullen toch risico's moeten nemen. Dus 1, 2, 3, 4 stapjes en dan is de beurt weer voorbij. Wordt er weer een encounterkaart gepakt. In dit geval is het een alien. Return the alien to the nest. Check. Place a concealed token in each room where no crew member or concealed tokens is present. En shuffle all the alien kaarten, dat zie je aan dit groene tekstje, weer terug in het deck. Dus dat betekent dat we nu alle kamers waar geen crew members staan, die krijgen nu een concealed fiche. En dat betekent dat we weer allemaal kamers moeten gaan ontdekken. En we ons weer het lab Lazarus kunnen schrikken over waar die alien allemaal tevoorschijn kan komen. En zo spelen we om de beurt. Mochten we op een gegeven moment een missie voltooien, ik moet bijvoorbeeld met een even kijken, de flashlight naar de Med Bay. Ik ben daar, ik heb een flashlight. En dan completen we deze missie. En dan flip je hem gewoon dicht. En dan hebben we een van de vier missies voltooid. Hebben we alle missies voltooid, dan wordt de final mission revealed. Die ga ik niet laten zien, want er zijn verschillende. En het is altijd leuk om te zien wat voor spannends er aan de hand is. En dan ga je die proberen te voltooien. Lukt ons dat, winnen we het spel. Lukt het niet, dan zullen we beter ons best moeten doen. Er zijn nog een paar dingen die ik wil laten zien. Als er nou een encounter komt met een alien, als de alien bij jou in het vakje staat, dan heb je een zogenaamde alien encounter. Nou, dan verliezen ze dus moraal afhankelijk van hoe ze daar gekomen zijn. Dus de kaart in dit geval zou je 2 moraal verliezen. Daarna gaat de crewmember vluchten. En die moet 3 vakjes in een richting naar keuze wegbewegen vanuit de alien. Dus 1, 2, 3. En als hij daarbij een ruimte binnengaat waar een concealed tokentje is, dan eindigt daar de verplaatsing. Wordt het concealed tokentje geopend. Raar, de alien weer en weer een moraal weg. En als het een concealed is met een surprise attack, dan komt de alien gelijk daar binnen. We verliezen 1 moraal. En we moeten weer 1, 2, 3 stapjes wegvluchten. Dus zo blijven we lekker heen en weer rennen. Omdat de alien in dit spel niet zomaar dood te maken is. Gelukkig kunnen we ons ook wapenen tegen de alien. Als je de grapple gun hebt en de alien is binnen 3 vakjes. Dus laten we zeggen dat Army Guy de grapple gun heeft. Hoppata. Zo, dan kan hij die gebruiken om de alien 3 spaces te bewegen in een richting naar keuze. Hup, 1, 2, 3. Dus dan kunnen we zeggen opzouten met hem. Als je de electric prod hebt en je zou moraal verliezen, verlies je 2 minder moraal. Elke keer als je zo'n wapen gebruikt, dan flip je hem. Je ziet hier een 2'tje staan. Heb je hem gebruikt, dan heb je nog 1 charge. En als je hem dan gebruikt, is die op en ze hem weer opnieuw moeten maken. En sommige wapens zijn infinite, of items. En we hebben nog het zwaarste wapen, de incinerator. Als de alien binnen 3 vakjes is, kun je ervoor kiezen om hem terug te sturen naar het nest. En als je dat doet, hoef je die ronde ook geen encounter te trekken. Maar die kost wel 4 scrap om te maken. Dus daar moet je best wel wat bij elkaar sprokkelen. Nou, zo heb je nog een paar dingetjes. De flashlight zorgt dat je 1 minder moraal verliest als je de alien tegenkomt. En met de motion tracker kun je concealed tokens opendraaien. Vanaf 2 vakjes afstand. En dan kun je dus al zien dat daar een alien tevoorschijn komt. En dan schrik je er niet van. Heb je er weer minder last van. Dus zo heb je wat items die ons helpen om te overleven. Maar op die manier gaan wij de strijd aan. Proberen wij de 4 objectives te voltooien. Zodat we de final mission krijgen te zien. En al daarop staat hoe we het scenario kunnen winnen. Ondertussen probeert de alien ons het leven zuur te maken en zal onze moraal steeds wat verder omlaag gaan. En als die ooit op 0 komt, hebben we verloren. Of als de self-destruct, in sommige missies zit een self-destruct, geactiveerd wordt, dan ontploft het hele schip. En dan hebben we ook verloren als we daarvoor niet onze eigen missie voltooien. En op die manier wordt Alien Fate of the Nostromo gespeeld. Alien Fate of the Nostromo is een goed coöperatief spel wat de film, de eerste Alien film, tot op een zekere hoogte erg getrouw weet na te bootsen. Het artwork van zowel de kaarten als de karakters, als de layout en de items die je krijgt, die zijn erg authentiek, fraai, gedetailleerd en ziet er mooi uit. Ademt ook echt de sfeer van de film en de manier waarop het spel speelt, coöperatief,
maar waarbij je dus allerlei objectives hebt die verspreid zijn over het hele schip. En daar moet je gewoon naartoe om verder te kunnen komen. Terwijl je weet dat er een alien is die in je nek loopt te hijgen, maakt dat je constant geconfronteerd wordt met vervelende keuzes. Je wil daar eigenlijk niet heen, want dan heb je een grote kans dat de alien komt en dan je weer je moraal aanknaagt. En aan de andere kant moet je die dingen doen om uiteindelijk te kunnen winnen. Dus je zult risico's moeten lopen en dat minimaliseren is een aangename uitdaging. Er zijn altijd items en scrap tekort. Je hebt altijd te weinig tijd en te weinig zetten. En die druk gecombineerd met een beetje de spanning van wat zit er, waar zit de alien, hoe gaat die bewegen, wat gebeurt er allemaal, maakt dat dit een aangenaam uitdagend spel is om te spelen. Zeker als je Ash eraan toevoegt, wordt het een pittige jongen om te doen. Maar dat is natuurlijk super leuk, want dat maakt ten eerste past dat goed bij het thema. En een koop moet ook niet zo makkelijk zijn dat we alles gewoon fluitend winnen. Daar moet een zekere mate van uitdaging in zitten, anders zijn we er snel klaar mee. Maar dat doet het spel prima. Het enige wat thematisch een beetje voor het spel aangepast is natuurlijk het feit dat de alien geen mensen oppeuzelt. Iedereen blijft gewoon spelen tot het einde. Je schrikt en wordt wegbewogen waardoor je weer acties moet spenderen om terug te komen. En dat gaat in dit geval ten koste van de moraal. Ik vind dat een slimme tussenoplossing, want dan heb je geen speler eliminatie, maar je hebt nog wel de dreiging en de nadelige effecten van als de alien op je pad komt. En tegelijkertijd maakt het ook dat die een dreiging is, maar niet onoverkomelijk, dus je kunt er tactisch mee omgaan. Aan de andere kant zijn er een paar elementen die ik wat zwakker vind. Ik vind de concealed rooms heel willekeurig en dat kan best wel wat uitmaken van hoe je hoe het spel ontwikkelt. En hetzelfde geldt voor de encounterkaarten. Het is soms lastig om scrap te verzamelen omdat de kaarten in een bepaalde hoek komen en daar wil je eigenlijk gewoon niet heen, daar hoef je helemaal niet heen. En bewegen kost je gewoon een hoop acties. Dus daar zit een geluksfactor in die soms wat minder is. Niet slecht, maar die wel merkbaar is in de manier waarop het spel zich ontvouwt. Maar alles bij elkaar genomen is Alien The Fate of the Nostromo een goed spel. Het is een leuk coöperatief spel als je houdt van het alien thema. Het is spannend, het is uitdagend en het is een puzzel waar we samen met elkaar een goede oplossing in moeten vinden door ook goed te kijken naar wat zijn de speciale eigenschappen van de karakters en hoe kunnen we optimaal daar gebruik van maken. En er zit natuurlijk een stukje willekeur in, waarbij de alien ineens van de ene kamer naar de andere flitst, doordat je hem concealed tevoorschijn haalt en dan kun je weer een heel stuk terugrennen of de andere kant op vliegen. En dan kunnen de zorgvuldige plannen weer in duigen vallen. Maar dat houdt het spel ook weer aangenaam spannend. De vormgeving, het artwork en de sfeer die het spel uitademt passen uitstekend bij de eerste film. Dus liefhebbers zullen veel momenten van herkenning hebben. Dat is gaaf gedaan en dat alles bij elkaar maakt Alien wat mij betreft gewoon tot een goed coöperatief spel, want daar ook een 7 heeft gekregen. Zolder.